kijkers van Gewone Vis. Tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe video. En dat deed echt fucking veel pijn aan mijn been, want ik knalde tegen mijn bed aan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't. Maar oké, vandaag is het een top 10 video. En vandaag gaan we het top 10 dingen van over school die ik haat hebben. Laten we dan niet te veel doorzeuren, laten we lekker gewoon naar nummer 10 gaan. Op nummer 10 hebben we regen. En ja, regen is natuurlijk gewoon super klote als je dan gaat fietsen. Want ik moet drie kwartier moet ik fietsen. En dan is het natuurlijk gewoon klote als je regen hebt. Want dan kom je op school, ben je helemaal nat. En ja, dat is gewoon fucking vervelend. Laten we doorgaan naar nummer 9. Oké, op nummer 9 hebben we de les na de pauze. Jawel, wij hebben elke dag twee pauzes. Eentje om 11:15 en eentje om 1:15. En dan heb je natuurlijk tot 1:15. Want 1:15 is het 6:00 en daarna hebben we pauze. En dan heb je natuurlijk die dag tot het 7:00. Moet je lekker een 30 minuten gaan wachten op je laatste les en dan pas kan je naar huis. Hoe vervelend is dat? Op naar nummer 8. Onze school, of tenminste mijn school, ook van mijn vrienden, meeste vrienden, is nogal groot. We hebben 5 verdiepingen. Nou, iets meer. We hebben de onderste verdieping, dan een verdieping, dan nog een verdieping, daarboven nog een verdieping en daarboven nog een verdieping. En dan ben je natuurlijk om 4:00 uit en wil je lekker naar huis gaan. Ga je helemaal naar beneden naar de fietsen. Ben je iets vergeten uit je kluis te halen of je hebt iets in de klas laten liggen? Jawel. Dan moet je weer helemaal naar boven. Die 180 treden moet je helemaal omhoog gaan rennen. Omdat je anders, ja, ben je te laat. Op naar nummer 7. Op nummer 7 hebben we die sommige docenten die echt gewoon super vervelend zijn. Die vergeten dan een toets om magister te zetten en dan, ja, de dag van tevoren zetten ze hem erop. Dan heb je maar 1 dag om te leren en dan haal je een 1. Echt gewoon super vervelend. En dan zeggen ze, nee, maar je wist het al, had je het maar moeten opschrijven. Had jij het maar op magister moeten zetten. Magister is daarvoor. Op naar nummer 6. Op nummer 6 hebben we verrekte Zermelo en magister. Waarom twee apps? Waarom niet gewoon 1 app maken waar alles in zit? Oh mijn god, dan moet je nog die duizenden MB's gaan verspillen aan die tweede app. Omdat je wilt weten of je uitval hebt. Het is gewoon super vervelend. Waarom hebben ze niet gewoon 1 app? Hoe dom ben je? Op naar nummer 5. Nummer 5 is ook interessant, want nummer 5 gaat namelijk ook over Zermelo. Want onze school, ik weet niet wat het heeft, maar pas om 8:00 komt op Zermelo te staan of je uitval hebt of zo. En dan heb je natuurlijk op een dag eerste 3:00 talentenuur. En ja, ik moet natuurlijk 1 uur fietsen. En we moeten 8:30 moeten we in de les zijn. Wat doe je dan? Je gaat om 7:00 weg. En dan kom je op school om 8:00. En dan kijk je op Zermelo. Eerste 3:00 uitval. Ben je voor niks naar school gegaan. Echt super vervelend. Op naar nummer 4. Op nummer 4 heb je de schoolkantine. En wij hebben namelijk een schoolkantine en daar hebben ze super lekkere paninis, vind ik. En ja, dan heb je dus wel eens de neiging om die paninis te gaan kopen. En dan kom je aan met je 10 euro voor de week. Of heb je 10 euro in je portemonnee zitten. En dan denk je, ja ik haal wel even een panini. Is toch 1,50. Is niet zo heel veel geld. Kom je morgen, weet je wat, ik heb geen zin in mijn brood. Ik haal wel een panini. En dan kom je volgende week. Shit, mijn geld is op. Nee, ik wou nog zo graag iets kopen. Maar ja, daar is een schoolkantine voor. Laten we naar nummer 3 gaan. Oké, nummer 3. Ik weet niet of ze dat bij meerdere scholen hebben. Maar bij onze school heb je muntjes voor de kantine. Gaat ook weer over de kantine. Maar je hebt muntjes. En elk muntje is 50 cent. En ja, de meeste mensen kopen paninis in de kantine. En die kosten 3 muntjes. Waarom niet gewoon met geld? Moet je eerst weer naar boven gaan lopen. Naar een verdieping naar boven. Om die muntjes te gaan halen.
En je kan daar niet eens betalen met 20 of 10 centjes. Dat is ook al heel lullig. Want het, ja, dat, ik zou gewoon... Ja, waarom kan dat niet? Ik snap dat niet, maar dat mag niet. En het mag alleen maar met 50 cent of 1 euro, 2 euro, brief van 10 en zo. Het is gewoon super vervelend. Waarom kan je niet gewoon naar die kantine lopen en daar gewoon die panini kopen met normaal geld? Het is maar één kleine moeite, maar het is gewoon verneukt. Op naar nummer 2. Op nummer 2 hebben we de schooltijden. En ik ben 0 keer in de week, heb ik het eerste uur vrij. Ik moet elke dag om 8:30 op school zijn. En dan ga ik dus naar school om 7 uur. Kom ik op school en heb ik bijvoorbeeld tot het laatste uur, tot 9e uur, om 4 uur. En ja, dan moet ik weer een uur terug naar huis fietsen. En dan ben ik 5 uur thuis. Ben ik helemaal kapot van school, ga ik nog eten. En daarna is eigenlijk je hele dag verneukt, want je kan niks meer doen. Je zit alleen op je kamer en ja, alles wat je moet doen is gewoon helemaal verpest door school. Op naar nummer 1. En op nummer 1 hebben we de kluisjes bij ons op school. En de kluisjes zijn echt super vervelend, want dan hebben we de kluisjes op de 3e verdieping staan. Eigenlijk de 4e, maar als je de begaande grond niet meetelt, dan is het de 4e verdieping. Of de 3e. En we mogen nog niet naar de kluisjes voor de eerste bel. Dus om 8:30 eigenlijk, om 17 of zo. Maar we mogen dus niet voor de bel naar boven. En dan heb je dus, wanneer de bel gaat, moet je over 5 minuten op school zijn. Dan ren je naar de kluis toe. Is er daar een pleurenzooi? Iedereen rent daar door elkaar. Wilt kluisjes, iedereen wilt op tijd zijn. En ja, dan word je aan de kant gebeukt. Of je kluisje gaat open. En dan gaan er weer mensen voor. En al dat soort shit. En dan kom je op een gegeven moment te laat. Of bijvoorbeeld dat je je jas niet in de les mag nemen. En dan heb je helemaal onderaan heb je les. En dan mag je niet je jas meenemen in de les. En dan moet je eerst helemaal naar boven om je jas in je kluis te doen. En dan ga je helemaal naar beneden. En dan ben je te laat. Ja. Ja. Fuck zo. Echt. Nou ja, in ieder geval. Dit was mijn top 10. Top 10 dingen die ik haat van school. Hopelijk vond je deze video leuk. Geef dan een blauw duimpje. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.